Afgelopen dinsdag speelde Heerenveen op Scottewold een oefenwedstrijd tegen Emmen. Met een mix van eerste basisspelers en reserves. Met waaronder Pelle van Amersfoort, Siep van Ottelen, Colassin. Maar ook Xavi Woustra en Jan Bekkema onder de lat. Met Ferry Daan als aandachtig toeschouwer. En Heerenveen begon sterk. Halilovic. En dan kreeg Colassin de kans, maar die gleed uit. En dat is dan pech voor de Friese. Die eigenlijk vanaf minuut 1 veel sterker zijn dan de reserves van Emmen. Weer Heerenveen, Alhars die dat technisch doet. Appelleren voor Hens. Colassin, daar is Van Amersfoort. Maar de vlag gaat in de lucht voor buitenspel. En dat is een terechte constatering. Hier weer Woudstra. Die de kans krijgt. En daar is Alhars die kapt naar binnen. En die doet het heel listig met links. Langs Erik Oerslegel, de keeper van FC Emmen. En Heerenveen terecht op voorsprong. En de Friese gaan eigenlijk direct door. Hier Ali vanaf de rechterkant. Met de voorzet, daar komt Alhars en daar zit Oerslegel wel goed bij. En dat is een aardige redding. Dan krijgt Kuip nog de kans voor de voorzet. Die wordt geblokt. Colassin het duel aan. En dan wordt de bal weggewerkt. Heerenveen veel sterker in deze oefenpot. En Heerenveen gaat door. Met Colassin. En daar komt Kalsbak. En die doet het heel goed. En heel rustig. En die wipt hem langs Oerslegel. En dat is een mooie goal voor de spits. Die tegen Twente al in de basis moet beginnen. En dus tegen Emmet laat zien. Dan hier Melle Joop Witteveen. De voorzet. En daar is Van Ottelen. En dan komt hij met geluk een beetje in de kluts bij Melik Ismail. De speler van onder 18. En die maakt er 3-0 van. Dan komt er ook nog een penalty. Kalsbak. Feilloos. 4-0 voor Heerenveen in de oefenwedstrijd. En eigenlijk is het dan nog niet eens klaar, want Heerenveen blijft maar doorstromen met kansen. Hier Koida, Nunu Mete. En dat is Brode. Die schuift hem net naast en die baalt daar ongelooflijk van. Wat een kans voor die jonge Noor. Hier weer Witteveen. Dan Ismail en dan komt hij bij Karim. Maar dan is er gefloten voor een overtreding. Twijfelachtig, maar een terechte beslissing. Daarna weinig kansen. En zo wint Heerenveen overtuigend in de oefenwedstrijd met 4-0 van FC Emmen.